Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog van... Home Life. Van Casual Chic by Virginie. Vandaag gaan wij naar de stad. Het is onze laatste dag met iedereen van onze klas. En wij gaan een beetje boutiques bezoeken. Wij gaan eten in de Kastaar. Ja, en dat is echt super lekker. In Gent. En ik denk dat wij bijna gaan vertrekken, hè, girl? Yeah. En wat hebben we vandaag aan? Twinning. Tutu chic jeansjes, het topje van de Zara en black pants. En ons tas matcht ook een beetje. Ja, het matcht ook een beetje. Het is een beetje dezelfde stijl. Dus, yep, we are going. Hi, baby. Hi. Hi, little baby. Ja! We arrived in Gent, maar we zijn een klein beetje te laat. Zo'n klein beetje maar. Maar pas op tram. Maar kijk, we zijn er bijna waar dat we afgesproken hebben. Ja. En dan, we see. U denkt dat heb ik. Ja, see you later. Ik ging u iets zeggen. Ik heb gisteren een vlog gekeken samen met mijn kleinzus. Echt? Ja. Wat zeg? Ja, en ze vinden nu echt grappig. En zei ze, ja, wanneer gaat Vuurs een keer iets zetten? Ja? Ja, ze, ja, ik heb me niks gezet. Wat zeg, zo lief. Ja. Maar heel goed. Ik heb er al. Ik wil graag zo'n Leonida. Hier is Polly Polly. Ik heb nog nooit seks gehad in de omkleedkastjes van een zwembad. Nee! Roze broeken. Hi guys. Ik heb net mijn nageltjes laten doen bij Charlene. Die zien er zo uit, maar ik ga het jullie straks beter tonen. Ik ben nu aan het stappen, want mijn mama is er nog niet. En ik ben hier ergens in Heifte. Of een oostakker. Dus ja. Hi guys. We zijn ondertussen al een paar dagen verder. Nu zijn we maandag. Toen ik gefilmd had toen we in de stad waren, waren we vrijdag. Dus het
weekend is gepasseerd en ik heb een vol weekend moeten werken bij Turfs. Daarom dat ik dus niet verder kon filmen. Het is pretty weather and no, I'm not naked. Ik heb een nieuwe bikini aan, maar die ga ik straks tonen. It's pretty weather outside. I'm gonna show you. Dus ik ga zometeen naar mijn zwembad. Maar ik ga je eerst tonen wat ik gekocht heb bij Lovies. En dat is onder andere deze bikini. Een super pretty item. Ik vind, ik heb zo wel een beetje curves vind ik voor mijn body. En ik dacht, een high-waist broekje is altijd super mooi. Zeker als je zo'n beetje, ja, molliger bent. Dan vind ik dat kei leuk dat dat hier je love handles noemen ze dat. Dat dat zo'n beetje verstopt zit. Dus I love it. En dit bovenste topje. Er zaten ook bandjes bij. Maar die heb ik eraf gehaald omdat ik dat eigenlijk veel mooier vind zonder bandjes. Dus doe ik het zonder bandjes. Heb ik ook nog een broek die ik jullie ook ga tonen. Maar ik zal dat misschien eerst doen. Dit is de broek. En ik ben wel nog aan het twijfelen dat ik hem ga houden. Dus if you have any questions. Of als je vindt dat die broek mij niet echt mooi gaat. Zie het in de comments. Want ik ben eeuwige twijfelaar hierover. En ik vind ook dat ik er een klein beetje een dik buikje heb of zo. Dus please say it if you think it's not pretty on my body. Op foto, allee, op die modellen ziet dat er altijd super mooi uit. Maar in het echt heb ik dan zoiets van shit. Wat is dat nu? Maar het is wel een super leuk stofje. En het heeft zakken. En dat vind ik ook echt super belangrijk. Ja, het is gewoon een twijfelgeval. Ook omdat die ook zo niet skinny is. Dus je ziet, mijn benen lijken nog ook super dik in. Maar dus, ik ga nog moeten zien wat ik ervan vind. Want ja. Ik ben buiten nu. En het is denk ik ongeveer 22 graden. I don't know. Allee, dan zag ik toch dat het 22 graden was. En this is my pool. Niet te groot, want mijn stiefpapa wou ook niet te groot. Want hij moet dat dan allemaal doen en bla bla bla. I got something. Alright, you big thing. Come with me. Go! Yes. Deze vlog gaat ook online staan voor de Barcelona vlog. Omdat ik aan de Barcelona vlog superveel knip- en plakwerk heb. En ben er even gewoon eindeloos mee bezig. Maar die komt er wel nog sowieso op. Ik weet dat ik dat lang beloof. But sorry. Ik heb ook nog superveel werk gehad. En ik probeer echt alle tijd die ik heb erin te steken. Maar dus deze vlog komt nu eerst online. Daarna komt er ook nog een proclamatievlog. Want morgen studeer ik af. En dan zou het de Barcelona vlog moeten zijn. Dus ik hoop dat jullie niet boos zijn op mij ofzo. Omdat ik die vlog niet tijdig in elkaar gestoken heb. Allee, wel tijdig, maar ja. Door situations is dat dus niet in orde gekomen. But I try my best. Dus ik ga deze vlog nu afsluiten, want ik ga nog genieten van het mooie weer. En dan zie ik jullie terug in de volgende vlog. Bye guys!